Reine de la Route, de koningin van de straten. Wat? Ik ken jouw Frans, Albrecht. Hoe, jongen? Je hebt de luizen gekregen van Gérard de Balje van Cinema de Keizer. Gérard, de vader van Jelinske, zo'n moeilijke grote en zo krommelijke ziekte, zet een hoop snuis al in de veranda en je een flesje bier is dan. Je is er al aan begin, zegt Marcella. Oei, zwie, Marcella, zegt Gérard. Hij zet zijn lip aan het flesje pils van de heister. Marie-Roos kan de roer, zegt Frévillard, uur een kop dikke vul. Ze zet dat er allemaal te zijn bij Roger van Uffel, van de Kleinuzicus nummer 4. Roger van Uffel, die zelf licht ziekelijk is, maar die wel verschrikkelijk goed vulmen kan op en surtout slagmen. Slagmen voor het vang van heelhorzen en trientjes. Ik draag de gazet rond, de gazet en de weekblad. Marie-Roos Lapau is zot van Gabriel Wernhard, de onderwijzer van 6e studio, die 29 jaar is en een holsam niet getrouwd. Je begint al zijn oor te verliezen, zegt Marie-Roos Reisaert. Dat is niet waar, zegt Marie-Roos Lapau. Gabriel Wernhard, beest ze. Het is niet waar wat Marie-Roos Reisaert zegt. Zie je nog niet kletsen aan het komen op je 29ste? Oh, ik zie je zo her. De 6e snuggers is Albrecht al gezet voor de deuren van Gérard en Marcella. Bezie je dat? Je komt afgereden. Tegen de wind. Het is oktober en het wooit nog een klein beetje. Je bust op die voordeur. Van zijn geen bellen. De 6e snuggers gebonken die deuren. Hoe goed, oh, slijt niet eens, zegt Marcella in haar bedden. Jawel, slijt niet eens, mezier. Mezier, maar wat doe je, Albrecht? Te doet, het is geen slecht nieuws, zegt Albrecht. Mijn vader laat vragen of dat Joseph Henneke vroeger naar het werk kan komen. Cyril ging dan uiteindelijk achter maanden trutsen naar Estelle. Estelle die zo hoeken aan voor het maken van een nieuwe broek. Dezelfde stoffen? Van over 3 jaar, Cyril. Dat was toch goed kwaliteit? Er is dus altijd mode. Ja, Cyril. Modern talenka kwaliteit is nu uitgekomen. Ja, dat is een hele vooruitgang en toen rot dan in de strik. Tja, Has, moet ik eerst wat weten? Ze gaan dus nummers veranderen, nee? Oezo. Ja, Art. Het gaat allemaal 6 of 8 nummers uitschuiven. En om een keer aan het offerpoets gaat in de 30 nummers verspringen om Cyril van de Meulen een verkaveling. O, ja, en al dat. Ik word het bijk al vergeten. De najaarsuitstap van de KWB, ja, mijn broer heeft dat allemaal geharrageerd, hé, is van de jaren naar Duitsland. Art. Maar eerst met een overzet de 4-jarige tijd over de Rijn voor. Vind ik toch magnifiek kunt zijn, hé, en ik ga nog foto's te zien. Verdomme Marcella, wat doe je nou eigenlijk mee moeite? Dat ik aan mijn normale doen niet zo zien. De laatste flosselke roem, wat ga je dan nu drinken? Nee, snus! Jok, Marcella, jok! Ho, zet dat fijne mondje raar. En waarom zo kijk mijn doel dat je zet? Omdat ik het je zei, ha! Heb dat hier zei? Dat is er één, ha! Heb dat hier zei? Trek je blanden, daar staat hij! Heb dat hier zei? Ha! Ha! Zie je het, maar die roze boek ontbusten op de deuren van Estelle. In de cursus brancardiester en je volgt een witroe cursus. Een brancardiester is de klas, he. Kunstmatige ademholingen, de 3 methodes, rug links, zit links en mond net moet. Kleine Soerjeng, maar mee met Jan die komt naar de paardenkursen. Drafrem, Nippodroom. Attention! De starter staat de paarden in linnen. Zeg Julienske tegen zijn moeder. Ho, zeg ze, ho, doe maar je kleren af. Ik ga ze allemaal gaan wassen. Je vestje en je broek en je overlief je ook. Ho, het is al vuil.
achter de scène. Achter de scène. Is die een vierkant stek van het Hespling eigen pand met doorgebarsten. 4 meters en 4 meters en 4 meters hoog. Zeg, we kennen dat maar onder Joseph Gerard. Je hebt daar zo'n tent op je onder Hes gezet. Maar zie je ze misschien? Je had traineerd voor de turn. Grondoefening. Grondoefening? Moet dat toch 4 meters boven de grond dan? Kom vanuit de basje, achter de scène, van Joseph die daar bezig is. Ja, wat dat die nieuwe usnummero's aanvalt. Ze zijn er al mee bezig, de gemeente. Zo kan gebeuren dat ze de paren en de onparen kan verwisselen voor het systeem voor eens en voor altijd te vereenzelvigen. Als dat nu echt allemaal veranderen? Oh, je zit er hier wel mee, Cyril. Ga je hier heel die registerboek gaan met hun aanpassen. Heb domandeer de la bourse. Maal 2! Ja, maar godverdomme, wat dat nou maar met stil toe heeft, dan ga ik hem nu gaan halen bij de goderissus. En juist, dat komt eten in. Eten in, brokkel. En ze parkeren hun natte aan hun bureau. En ze gaan binnen. En ze drinken een tasje koffie. Maar een koekje. En ze bladeren een keer in de papieren. En ze zeggen... Zo, en dan zo. De van de perdenkoers is precies. Marcella is binnengekomen. Ze stort zich door op te kijken, maar ze kent ze niet van films. Van waar heb je dan weer, Julien? Dat is toch een leak? Marcella, van waar heb je dan weer hoop? Maar hoezo kijk dat mooi mee? Dat komt hier ook niet als een woord. De straat, dat is film, dat is een film. Dat kost tijd van maat. Julienske Reissoort steekt de echte film van de paardenkoersen in de spleten van zijn projecteur. Ja, direct. Oscar beeld nu. Het is 9 van de avond en het is al donker. En Marcella ziet dat Gerard rond in de zetel in slaap is gevallen. Ontslapt rond en ontwaar is oest, zegt Marcella. En je hangt die door aan die bussen, en je doet die door de oefening dan. En je zwaait, en je stond je tot een kloedrecht en pep zijn aan. En je laat hem toch weer voor, voor hem toen het laatste moment weer vast te pakken aan die bussen. En weer zwaaien en zwaaien, en dat toch met zijn tiende kruid dan hangen. En hier zal hem voortdoen en hem optrekken. En die kabels en die bussen en die paal, dat heeft mee en vandaar dat die eeuwig... Ja, dat er! Het is de vooravond van de Duitslandreizen. 10 voor 10. En nog maar een keer in de kamer van Marie-Roos Lapau valt de lucht uit. En een hele rust. En een hele straat. En op de bus. Wat is dat nu, Roger? Ah, maar dat is een elektriek. Woe, en de plotspring. Ah, wat is nu het? Mijn projector is in brand gevlogen en ik heb er een cel water over gehouden. En in de verte komt er een brommer aangereden. Het is de kabinier van de maatschappij. Wat is dat hier allemaal, zegt hij. Het trekt er een lemmer weer over. Meneer de kabinier, het was een inwendige kortsluiting. Buurs, het is opgelost. En Tom trekt de kabinier er een lek over. En heel de straat gaat de lucht weer. En je trekt overlinie een streep onder zijn verslag. After all is said and done, are you gonna say you miss me? Are you gonna say you kiss me? Is you gonna say you love me? 'Cause I'm gonna love you too. Nummer 1 is vertrouwen. Al 3 kaarten, 600 banen. Al offerte plannen, vuil zet. De laatste 2 rijen door Niet Leen van de AWB. De Vlaamse meisjes zijn zo zoet. De Vlaamse meisjes zijn zo zoet. Ze zijn zo zoet van aan de voet tot aan de pijl. De Vlaamse meisjes.
meisjes zijn zo stil. Ze zijn zo stil van voor. Ze zijn zo stil van voor. Ze zijn zo stil van aan de bel tot aan de bel. De Vlaamse meisjes zijn zo stil. Ze zijn zo stil van voor. Ze zijn zo stil van voor. Ze zijn zo stil van aan de bel tot aan de bel. In dat moment oppert de motor. Een rare roem. Zo zit vast onnadig geworden. Het is juist letten we aan de transmissie. La Reine de la Route nummer 7 staat stil op de stuurdam van de Gillet. De chauffeur probeert, maar het lukt niet. Er is geen leven meer in te krijgen. De Vitessebak spokt en kracht, grisde, groene, brune, dampen, kom van onder de motor kapot. De chauffeur probeert nog, maar er komt niets. Er komt niets. Zo, allee hop, nog alles in de richting en alles voor de kop, vooruit naar de haspring. Jawel, ja, die goed. Allee, moet je er nu onze stut naar Pieter nog in één? We gaan me er het beste van behouden of houden we gezond, Marcel. Dat ik vele van je weet, Jan Jacob. Dat van je hoor ik zo zien. Oh, ja. Hou je me een beetje bedreigen? Is er daar eens hoor? Ik zou hier van mij houden. Hé? Ik zou hier van mij houden vertellen. Oh, ik ga zo loon maar van een dronkaard. Dat ik het al weet, hè. Jan Jacob. Maar voor de paardenkoers. Maar meest de paardenkoers en altijd de paardenkoers. Ik weet het al, Jacob. Van de eerste letter tot de laatste. Dat ze godverdomme je boertje moeten afkomen, waarmee je de kinders vermossen vindt. Hier zie je verstand, weet je. Julienksje, ik heb het weer Julienksje gezien. Marie-Roos, Albrecht, waar is Julienksje? Ik vind hem niet rustig. Ze wacht nog 10 minuten kaart. Oh jongens. Julien, Rijsaard. Ze zijn allemaal aan het zoeken in die 250 hectare Herzogenwald. En ze fluiten en ze roepen. Julien! Ik weet het al, Jantje Jacob. Van de eerste letter tot de laatste. Wat zou hier van mij houden? Hé? Wat zou hier van mij houden? We gaan er een over zomer dag. Joseph, ik ben hier! Ik ben hier! Joseph, ik wil hem mee! Ik wil hem mee! Zwang, aanverzetten, draaien, omdraaien, aanverzetten. Dank u wel, mijn bien. Kom, broertje.